Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag zijn we terug in het mooie Atlanta. Gisteren namelijk in de livestream zijn wij teruggekomen van Malibu naar het mooie Atlanta en zoals jullie kunnen zien sta ik hier in mijn hele mooie huisje waar ik gisteren ook nog een hele dikke donatie heb gekregen. En die donatie gaan we er heel eventjes bij pakken, dit goudspelletje dat gaan we niet meer spelen. Want die is van Just Cause en dat is een trollspelletje. Want dat heb ik heel eventjes laten controleren door iemand anders. En die zei van, ja, dit is weer een trollspelletje. Dus vandaar dat ik die ga spelen. Maar hier zo hebben wij een loonstrookje. Die gaan we daar even weg doen. En dit was mijn visum. Die kan ik misschien nog wel even bewaren. Dit zijn lege boekjes. En hier hebben we nog een Forgotten Grey chestplate. Die kunnen we misschien wel onder in mijn hele mooie collectie gaan hangen. Dat gaan wij heel eventjes kijken. Want waar past die mooier bij dan bij dit setje? Tadaa! Want dit is namelijk niet enchanted. Dus wat wij gaan doen. Dit is helmpiece. Nou, dan komt deze hier als allereerste in de non-enchanted kist te liggen. Mooi. Dan is dat stap 1. Oh, dit is wel echt super mooi. Wat voor... Dit is grauw en dit is Forgotten Grey. Het lijkt heel veel op elkaar. Maar deze is net iets meer richting een zwart tint op. Nou, oké, dan hebben we dat alvast gedaan. Dan moeten we hier nog binnenkort een enchanted itempje hebben en daar. Maar als het goed is, moet ik binnenkort nog even contact opnemen met Biza. Want dan moet ik eventjes mijn spulletjes eventjes gaan fixen dat ik die terugkrijg. Maar we hadden hier een donatie gekregen van It's Eon NL. En omdat niet iedereen natuurlijk mijn livestreams terugkijkt of kijkt, heb ik zoiets van, doe ik nog een dubbele shout-out naar hem. Want, hier staat in. Donatie. Ik heb hier geen donatiespel, maar wel een andere leuke donatie. En het is 8 keer 500 euro. Heel veel plezier daarmee. Met een vriendelijke groet. It's Eon NL. Nou, It's Eon NL. Echt super, 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 super bedankt voor die hele toffe donatie. Ik heb hem hier erbij ingedaan. Dat betekent al dat we alleen al aan 10.000 hebben aan de briefjes van 500 op dit moment. En wat we op rekening hebben, we gaan dus gewoon voor de fun kijken. Het is 1100, dus we hebben niet heel veel op onze rekening staan. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken, omdat ik dus eigenlijk ook de laatste dagen niet heel veel heb gespeeld. Omdat ik ook andere minigames aan het spelen ben. En denk daarbij bijvoorbeeld aan een hele toffe Skyblock. Want vergeet niet dat alleen Mindtopia gaaf is. Ook Skyblock is heel erg gaaf om te spelen. Voor degenen die trouwens nog geen gratis whitelist hebben gehaald, volgens mij kun je hem nog steeds halen in de shop. Want je kunt een weekje lang een gratis Mindtopia spelen en volgens mij kan dat nog steeds. Dus heb je nog geen Mindtopia en wil je het wel heel graag spelen, check dan zeker heel eventjes de shop op shop.dusdavidsgames.nl. Want wie weet kun jij dan ook gewoon gezellig met ons een weekje lang Mindtopia gaan spelen. Hoe tof zou dat zijn? We hebben natuurlijk ook een nieuwe quest. Daar hebben we ook nog niet naar gekeken. Maar de questen van seizoen 2 zijn sneak 5000 meter 3 dagen achter elkaar. Bezoek de volgende steden Atlanta, Gradle, Prison, De Kaap en Downtown. Krijg 7 dagen achter elkaar 30 fall damage. 30 fall damage, zo. Ren 10.000 meter 4 dagen achter elkaar. Spring 1000 keer 2 dagen achter elkaar. Waarom staat er dan 3 dagen hier? Raar. Vlieg 4000 meter, 2000 meter achter elkaar. Of 4000 meter, 2 dagen achter elkaar. Loop 10.000 meter, 4 dagen achter elkaar. En klim 5000 meter, 3 dagen achter elkaar. Dit zijn de challenges die wij in ieder geval kunnen gaan halen. Als wij dat zouden willen. Oh, ik zou dat denken. Ik hoor helemaal geen geluid van Minecraft, maar er was wel geluid. Kijk, als ik een appeltje eet, hoor je het namelijk wel. Nou, wat ik dus vandaag wou gaan doen, is eigenlijk heel eventjes kijken bij het pleintje of er iets leuks te beleven is. Want wie weet is het wel weer lekker gezellig op het pleintje. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Wij gaan dus gewoon heel eventjes kijken of er inderdaad iets leuks te vinden is bij het pleintje. Ik zie hier een of andere Tibo VV met een heel gaaf roze pakje. Kon wel Flippy zijn. Mijn baasje op natuurlijk Mindtopia met een hele mooie Elytra in zijn hand. Dan hebben wij hier, even kijken, wie is dit? Skippy! Met zijn hondje Scout. Ik wil ook ooit een keer een hond, maar volgens mij kan ik die niet meer krijgen. Dan hebben wij hier, weet je wat het leuke is? Kijk, die agenten staan die kant op te kijken. Toch? Staan die kant op te kijken? Ik denk het. Dadelijk kijkt hij wel achter mij. Als je achter mij kijkt, dan heb ik een probleem. Ja. Mooi. Als er nu een politieagent aankomt, dan ben ik de klos.
Kijk, daar zo hebben we Levi staan. En daar zo hebben we Lucas de D staan. Maar ze kijken beide naar de verkeerde kant. Dat is wel mooi. Oh, ik durf nu ook niet te unshiften en dan eventjes hallo te typen. Hey. Oh, dadelijk zien ze dit aan als dakenloop of zo. Ik weet trouwens niet of ze mijn... ja, ze kunnen mijn chatrange wel lezen, denk ik. Ik weet ook niet wat ze aan het doen zijn. Dadelijk zien ze het wel. Ik weet het niet. Zullen ze dit zien? Nou, vast wel zeker niet. Ze zijn ergens mee bezig, lijkt wel. Oh, nee, want Lucas kijkt omlaag. En Levi kijkt recht vooruit. Nou ja, we gaan hier maar lekker vanaf, voordat we daar wel een bekeuring krijgen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling dat wij één keer een bekeuring krijgen. Ik ben even aan het denken. We hebben 7 lucky shots. We kunnen natuurlijk die lucky vending machine gaan gebruiken. Maar van de andere kant weet ik het ook eigenlijk niet helemaal. Hoe hoog is eigenlijk die lucky vending machine? Ik word er gewoon niet afgehaald, hè? Bol. Nee, die zullen wel die... Oh. Hi. Ja, ik kan dus 7 tasjes kopen, maar ja, wat moet ik met 7 tasjes? Dan weet ik eigenlijk ook niet helemaal wat ik daarmee moet. Ja, dat zullen we niet doen. Waarom ligt hier een pingwing op de stoep? Wacht even. We moeten deze pingwing reanimeren. Hallo, iemand? Zo, ik heb een beetje lek. Zo. Oké. Okay. Oh, niemand helpt. Wacht. Misschien dat het Lucas wel eventjes gaat helpen. Lucas. Hallo. Lucas. Ah. Een agent moet toch wel helpen om een pingwing te reanimeren. Er gaat een pingwing dood, Lucas. Er gaat hier gewoon een pingwing dood. Hallo. Die pingwing die moet van de straat af. Zijn leven is gevaarlijk. Levi. Die pingwin gaat dood. Hier. Hij ligt. Sinds wanneer liggen... hij ligt te chillen. Is hij dood? Ja, help de pinguïn. Oh, in één keer staat iedereen hier ergens allemaal zo van... Oei, geniaal. Kijk hoeveel mannen hier in één keer staan. Geweldig dit. Oh, 114. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Oh, geweldig dit. Wat is Levi allemaal aan het doen met die pingwing, joh? Oei. Geniaal. Nou. Dan laten we de pinguïn maar liggen. Wat is de naam van deze pinguïn? Ja, ik vind wel dat die wegslepen. Gerda. Ambulance is onderweg, wat? Hoe gaan ze nu echt serieus die pinguïn weghalen? Wat? Ik ben benieuwd. Gaan ze daar die pingwing inladen in een wagen of zo? Geniaal zou dat zijn. Het zou kunnen, roleplay-wise, dat ze dat gaan doen. Maar ik weet niet. Nee, hij heet Jamie. Jamie de pingwing. Jamie B6. Levi toch. Je moest trouwens van Levi nog een dikke shout-out doen naar Levi. En naar Stefan. Natuurlijk beide agenten. Want ja, Levi vroeg dat dus. Bij deze voor Levi en Stefan een dikke shout-out. Stefan is weer bij deze video niet aanwezig zo te zien. Oh, sinds dat hij 1 keer niet in de video is geweest, heeft hij al een hele streak aan dagen dat hij er niet meer in is geweest. Maar ja, ik wil wel lachen. Binnenkort ga ik hem gewoon stalken en dan ga ik hem gewoon in een video opnemen. Ja, dat lijkt me een goed idee. En dan is hij zijn streak van natuurlijk dagen niet in de video's komen, is hij dat kwijt. Zou hij dan weer gaan beginnen aan een streak met dagen wel in video's komen? Ik ben wel benieuwd.
Stefan is wel een grote derp ervoor, dus ik denk dat hij dat best wel zou kunnen doen. Legend? Ben ik een legend? Oh. Ben ik een legend? Ik ben inderdaad Spider. Ben inderdaad Spider-Man. Maar dat wist je nog niet. Maar dat wist je nog niet. Ik ga zo Levi vangen. Je hebt niks gehoord, Levi. Je was het niet. Ik heb niks gezegd. Dat gaat niet. Ik ben te kast. Ik heb spinnenwebben. Oeh. Nou. Oh, die zou het lachen zijn als ik spinnenwebben had en dat ik ook gewoon spinnenwebben kon plaatsen op Levi. Zo, bam! Oeps, sorry! Oh, wel geniaal dit. Nou ja, ik dacht even dat ze misschien hem inderdaad echt daadwerkelijk weg gingen slepen. Had gekund natuurlijk dat ze die pingwing ergens naartoe hadden gebracht, maar blijkbaar dus niet. Nou ja, ik ga dan weer lekker terug naar mijn huisje toe. We hebben weer genoeg gezien op mijn pleintje, weer genoeg kunnen lachen in deze video. Hopelijk hebben jullie ook weer kunnen lachen, want wij gaan alweer bijna de video afsluiten. Want wat wij gaan doen is namelijk, wij gaan terug naar natuurlijk ons mooie huisje in natuurlijk het mooie Atlanta. Eens even kijken, waar moeten wij naartoe? Ik ben altijd de weg kwijt. Nee, ik ben niet de weg kwijt, want dit is Flippy in de winkel waar ik werk. En dan moet ik rechtdoor lopen en dan kom ik altijd aan op natuurlijk de locatie. Yes, daar zijn we bijna. Let's go. En dan gaan we natuurlijk weer netjes eventjes... Staat het huis nu nog serieus afgesloten? Waarom staat het huis nog steeds afgesloten? Potverdorie. Eigenlijk had ik daar moeten kunnen inbreken. Nee, grapje. Ik moet jullie het goede voorbeeld geven. Jullie kennen me niet als crimineel op Mindtopia. Dus zullen we dat ook maar niet doen? Zullen we maar lekker netjes burgers blijven? Natuurlijk een dolletje of zo, dat gaan we nog wel eens doen. Maar nee, we blijven lekker nette burgers. De donatie die ik heb gekregen van It's Ian en L. Even kijken, daar had ik ook een kist voor, toch? Ja, dikke donaties, die zetten wij hier gewoon allemaal in. Dit is het kistje voor donaties. Hey, je VOG van Jeff, waarom ligt dat hier in mijn kist? Oké, graag. Nou, dus Jeff, als jij ooit je VOG terug wilt, ik heb hem gevonden, blijkbaar. Even kijken, die visa, ja, waar gaan we dat alweer induwen? Het staat zo vol, mijn kist. Het goudspelletje, die douwen we al hierin. Oké, let's go. Ja, oké, daar hebben we alles gedaan vandaag wat ik wou doen. En dan zou ik zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk hebben jullie weer genoten van deze video. En check ik jullie weer snel terug bij een nieuwe video hier op dit kanaal.